Voetbalclub Cambuur Leeuwarden is kampioen geworden van de eerste divisie. Dit hebben ze mede bereikt door de inbreng van een inwoner uit Ede. Het was gewoon heel fantastisch. Het was heel mooi om mee te maken. Ja, we hadden het niet verwacht natuurlijk, want we hadden het niet in onze eigen hand. Het lag in de handen van Volendam, want die stonden nog voor ons. Die stonden op de eerste plaats met nog één wedstrijd te gaan. En die zaten natuurlijk ook in een hele goede fase, in een goede flow. Die hoefde alleen te winnen of gelijk te spelen en dan waren ze kampioen. En als ze gelijk speelden, moesten wij dan nog met 7-0 winnen om kampioen te worden. Dus ja, de kans was klein. Maar het enige wat wij moesten doen is winnen. Als wij winnen en Go Ahead doet ook wat moois daar in Deventer, wat ze dus hebben gedaan, dan is dat ook feest bij ons. Dus dat was heel mooi. Enkele clubs zijn afgelopen seizoen uit het betaalde voetbal genomen door faillissementen. Dit veranderde veel aan de ranglijst. Het zijn twee teams dus failliet gegaan. En de punten die je hebt behaald tegen die teams worden eraf getrokken. Dus op basis van 30 wedstrijden die we dus hebben gespeeld, zijn wij kampioen. Ik vind het niet oneerlijk of zo, maar je hoort ook Volendam zeggen, ja, we worden kampioen. En toen wij kampioen werden, komen ze opeens praten van, het komt door het faillissement dat zij kampioen zijn, ja. Ja, als je op basis van 30 wedstrijden kijkt, dan staan wij gewoon bovenaan. De kerstverse kampioen is opgegroeid in Ede. Ik heb sinds je 90 voor Vitesse gespeeld. Daarvoor bij Blauw-Geel, hoe was die tijd? Bij Blauw-Geel? Ja. Was een goede tijd. Ik kwam daar als eerst, ik weet niet precies hoe oud ik was, maar ik kwam daar eerst binnen toen in de F4. Toen na een jaar gelijk naar de F1. Ja, bleek al snel dat ik aardig kon ballen en ging heel snel naar de E1, na anderhalf jaar. Toen na een jaartje gelijk naar de D1 en toen waren er al wat clubs gekomen. PSV, Feyenoord, Heerenveen en Vitesse. Maar Vitesse was als eerste en vrij dichtbij, dus is voor mij maar een kwartiertje rijden. Dus daardoor was mijn keuze ook makkelijk gemaakt. De voetballer is inmiddels ook actief geweest op de Olympische Spelen en de Afrika Cup. Hij komt uit voor Marokko. Ja, dat is zeker een eer. Trots. Ik hou van Marokko en als je er dan ook nog voor mag spelen is helemaal mooi. Ik keek er altijd eerst naar op tv en dan denk je altijd van ja, zou ik graag bij willen spelen. En dat is toen uitgekomen. Dat was vorig jaar in oktober en toen de wedstrijd begon, ik had gewoon overal kippenvel. Het is gewoon echt mooi, volle bak en spelen voor je eigen land, dat is mooi. Het afgelopen seizoen heeft Adnene op huurbasis voor de Friese club gespeeld. Waar hij volgend jaar speelt is nog onzeker, maar hij hoopt wel in de eredivisie uit te komen. Zeker, ja. Dat wil ik zeker en dat gaat zeker wel gebeuren, ja. Het liefst Europees voetbal erbij? Het liefst Europees voetbal erbij, ja, dat klopt. Maar ja, als ik weinig aan spelen toe ga komen, dan liever niet. Maar met Europees voetbal zou het wel mooi zijn, ja.